Hallo, ik ben Anton Venema, dierenarts bij Sterkliniek Dierenartsen Stroowaard. En samen met Siske ga ik jullie wat vertellen over tandenpoetsen bij de hond. Veel honden hebben gebitsproblemen. Veel baasjes weten dit niet. Die gebitsproblemen kunnen eenvoudig voorkomen worden door regelmatig de tanden te poetsen van uw hond. Tandenpoetsen moeten honden leren. Puppies leren vaak al bij de puppytraining tandjes kijken, maar bij volwassen honden is het ook heel goed mogelijk om dat in een aantal stappen te leren. Stap 1 is het voelen aan de bek en het zitten aan de lippen, zodat de tanden in het zicht komen. Doet de hond dat goed, dan belonen we de hond. De volgende stap is dat als de lippen omhoog zijn, dat ze eraan gewend zijn dat de tanden aangeraakt worden. Dus we doen de lippen omhoog en we gaan aan de hoektand zitten en achter proberen we aan de kiezen te voelen. En de hond moet dan verder zo rustig zijn bek houden. Gaat dat goed, belonen we de hond. En dan nu poetsen met de tandenborstel. Tandpasta is niet altijd nodig. Overleg met uw eigen dierenarts of voor uw hond tandpasta een nuttig iets kan zijn. We poetsen de tanden. Vergeet vooral de achterste kiezen niet. Die zijn extra gevoelig voor de vorming van tandsteen. En dan de onderkaak. En uiteindelijk de andere kant ook. En dan zijn we klaar. En dan niet vergeten te belonen. Soms lukt het tandenpoetsen niet. Dan kunt u ook met uw dierenarts overleggen of er andere mogelijkheden zijn om het gebit te verzorgen. Als we dit allemaal gedaan hebben, dan ziet het eruit zoals op dit model. Mooie witte tanden. En de tanden waar het niet zo goed mee gaat, dat zien we aan de andere kant. Brokken tandsteen, rood bloedend tandvlees, dan moet u direct naar uw dierenarts om dit probleem voor u te laten verhelpen.